Ilias Alhaft, een dag voor de wedstrijd tegen Top Os. Wat voor duel verwacht jij morgen in het Janmar Stadion? Ik denk dat wij morgen wel de bovenliggende partij gaan zijn. Ik denk als we gaan kijken naar de selecties dat wij een betere selectie hebben. En het is aan ons om dat morgen tentoon te gaan stellen. En ik heb alle vertrouwen in dat we morgen de 3 punten hier houden. Twee totaal verschillende Almere City's eigenlijk gezien, wilde ik zeggen, in de eerste twee wedstrijden. Eentje waarin je de nul houdt, maar zelf ook weinig creëert. Eentje waar je de 4 om de oren krijgt, maar ook zelf 6 maal trefzeker bent. Wat verwacht jij morgen? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat zij, als ze gaan kijken naar onze wedstrijden die we hebben gespeeld, dat ze gaan inzakken. Want tegen MVV zag je ook dat MVV voornamelijk op de counter ging spelen en in ging zakken. Dus ik verwacht dat Top Os dat ook gaat doen. En het is aan ons om dan in plaats van tegen MVV, waar we erg zoekend zijn, dat we morgen gewoon weten wat onze taken zijn en dat we die gaan vervullen. Je kan hele goede zaken doen, want win je die wedstrijd, dan ga je echt bovenin een beetje meedraaien. Ja, klopt. Dat is ook onze ambitie. Dus daar moeten we sowieso morgen voor gaan. En ja, ik persoonlijk kijk elke wedstrijd gewoon op zich. En ik denk dat wij morgen sowieso moeten gaan winnen. En ja, wat dat allemaal gaat betekenen voor de stand, ja, dat zie ik allemaal wel. Je hebt vorig jaar natuurlijk bijna alles moeten missen door je langdurige blessure. Hoe is het voor jou om nu weer gewoon lekker een hele voorbereiding te hebben gedraaid en nu weer je wedstrijden te spelen? Ja, er is niks lekkers dus. Ik denk als je lang eruit bent geweest, dan elk moment als je dan de wedstrijd komt bekijken, dan snak je echt naar het moment om zelf weer te gaan spelen. En ik heb gelukkig de voorbereiding gewoon goed doorlopen. En ik weet dat er zelf nog dingen zijn waar ik in moet verbeteren en dat ik nog niet op mijn oude niveau ben. Maar dat gaat stap voor stap. Ik moet ook niet te veel van mezelf eisen, want ik ken mezelf goed. Dus ik moet gewoon stap voor stap die stappen gaan nemen. Hoeveel procent schat je nou dat je ongeveer zit? Fysiek gesteld ben ik gewoon 100% fit, maar qua kwaliteit wat ik zelf vind dat ik breng, ik zit nog niet op 100%, dat weet ik gewoon van mezelf. Maar ik werk elke dag hard, ik werk met plezier en als ik geen plezier heb, dan moeten we ons zorgen gaan maken, maar vooralsnog is dat er allemaal nog. Dus het is aan mij om gewoon lekker met plezier te gaan voetballen, vrijuit te voetballen en dan komen de mooie acties en doelpunten komen volgen vanzelf. Want wat zijn voor jou gevoel de voornaamste verbeterpuntjes waarvan je denkt daar kan ik echt nog in gaan groeien? De keuzes aan de bal en gewoon constant in de wedstrijd in beeld blijven. En soms heb ik nog wel eens dat ik een beetje uit de wedstrijd verdwijn. En vooral de eindfase moet beter. Dus mezelf meer belonen voor de acties die ik maak. Kan zijn doelpunten of assist geven. En ik moet ook niet te veel de focus daarop leggen. Want je moet niet op het resultaat gaan focussen. Het moet een natuurlijk gevolg zijn. Ik ben daar elke dag mee bezig. Na de trainingen nog door om af te werken of voorzetten te geven. Dus dat komt allemaal vanzelf. Ja, heel vaak zie je ook bij spelers, als er dan eenmaal eentje ingaat, dan gaat het lopen. Hè? Ja, klopt. Dat is ook zo. En misschien is dat een kleine bevrijding. Maar als ik gewoon constant blijf doen, mijn taken blijf uitvoeren die de trainer van mij verlangt, dan komt het als nature, zeg maar. Dankjewel. Veel succes.